Jan van Aals, we hebben net 100 minuten naar pure emotie gekeken. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Hoe heb jij het ervaren? Ja, helemaal eens. Helemaal eens. Dit is echt de club. Dit is hoe FC Twente eigenlijk in de loop der jaren echt in de genen, in het DNA van de mensen uit de regio's gaan zitten. En ja, kijk, de aanleiding is natuurlijk, of het onderwerp, hè, de teloorgang van FC Twente in het afgelopen jaar, is wat treurig. Maar het maakt het ook weer ruw en rauw. En ja, dat is ook een club. En ondanks dat alles blijven mensen toch van zo'n club houden. Het is iets onverklaarbaars. Is dit ook een soort huiswerkmap die jullie binnen FC Twente misschien ook goed gaan bestuderen om te laten merken dat Twente van de supporters is? Heb je dat zo ervaren? Want eerlijk gezegd, het was wel een beetje mijn missie op een gegeven moment. Om te laten zien dat die club die moet maar normaal doen, wat jij ook zei. En de club moet weer van de supporters worden. Nee, nou, ik durf te zeggen dat we deze documentaire daar niet voor nodig hebben. Want dat realiseren we ons heel goed. Daarvoor hebben we te veel meegemaakt natuurlijk. Maar het is wel goed om te realiseren dat als investeerders of de gemeente steun toezegt aan een voetbalclub, in dit geval FC Twente, dan gaan mensen misschien nu wat meer begrijpen dat het niet alleen die voetbalclub is, hè, dat is toch een commerciële entiteit, maar veel meer is eigenlijk. Het is bijna religie. Hè, en daarmee doe je heel veel mensen uit de regio die van die club houden, die je daar indirect toch steeds bijna hun identiteit aan ontlenen, ja, die hou je daarmee in stand. En dat is eigenlijk meer voor mij persoonlijk de boodschap van deze documentaire. Is het een eerlijke film? Klopt het? Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Kijk, het had nog dieper gekund natuurlijk, hè, dat je echt alle ins en outs in beeld krijgt, maar dat kan gewoon niet. Dat kan een club ook niet toelaten door diverse belangen. Maar het zat er wel heel dicht tegenaan. En de eerlijkheid kwam met name van de supporters die geïnterviewd werden. En dat kan bijna niet eerlijker dan op deze manier.